En we zijn hier bij Carya Groep, het bedrijf waar ik ondertussen al 4 jaar werk. Hier bij Carya leveren we technologische diensten en oplossingen aan automotive bedrijven. Een van die belangrijke diensten is support. En vandaag gaan we een dagje meelopen met het supportteam. Let's go! Hey, dag Leticia. Alles goed? Ja, ja. Ik kom hier een dagje meelopen vandaag. Echt? Dus ik ga hier naast u zitten. Kunt je mij eventjes nog eens keer zeggen wat er hier allemaal in het supportteam juist gebeurt? Wij helpen hier alle dagen de concessies, de mensen van de concessies, die loggen ticketjes in ons supportsysteem. Zo'n ticketje, wat is dat eigenlijk? Dat wordt hier in ons supportsysteem wordt dat gelogd. En dat is een heel overzicht. Wij gaan die volgens prioriteit behandelen. En ik zal er eerst zo eens eentje open doen. Dit is eentje dat Zora gelogd heeft. Ze heeft een probleem met factureren. En ik ga die nu eventjes contacteren om haar scherm over te nemen. Oké. Hey, dag Zora. Het is hier met Kim van Carya Groep. Je had een probleem met het factureren van een werkplaatsorder. Zou ik jouw scherm eens eventjes mogen overnemen, alsjeblieft? Oké, Zora. En dit is het order waar je een probleem mee hebt. Ik heb gezien, je krijgt de foutmelding, geen klantenpost in de filter. De oplossing hiervoor is eigenlijk om hier de vereffeningssoort leeg te maken en de vereffeningsnummer leeg te maken. En vervolgens kan je het nu gewoon verder factureren. Oké, alsjeblieft. Fijne dag nog verder. Dag. Zo, het probleem is opgelost. Nee, dat was snel. Ja. Soms is dat inderdaad op 5 minuten opgelost. En andere problemen kunnen vragen meer uitzoekwerk. En dan kan dat wel een uur of een paar uren duren. Ja, oké. En wat voor soort ticketjes komen er zoal binnen? Allerlei ticketjes. Eigenlijk iedereen binnen de concessie kan contact met ons opnemen. Zowel een boekhouder die dat vragen heeft of een probleem, maar ook een receptionist of een verkoper. Dank u, Kim. Ik heb heel veel bijgeleerd. Graag gedaan. Salutjes. Salut. Zo, ik heb net kunnen meekijken hoe een ticketsysteem bij Carya juist in elkaar zit. We gaan nu kijken bij de klant om te zien hoe dat zij onze support ervaren. Hallo. Hey Zora. Hey Leticia. Jullie zijn een van onze klanten die dat gebruik maken van ons supportdienst. Ja. Dat is ook ons ticketsysteem. Mag ik vandaag eens een keer meekijken? Absoluut. Als jullie onze support nodig hebben, ja. Hoe gaat dat dan juist in zijn werk? Wat doen jullie? Welke dus stappen ondernemen jullie? Ik maak een case aan hier in Navision. Mm-hmm. Ticket aanmaken, Portal Carya Groep. Oké. Okay. Onderwerp. Zullen we Navision nemen? Beschrijving, werkorder, dat blijft hangen. Voilà, prioriteit, hoog. Voilà, verzenden. Voilà. We hebben uw aanvraag goed ontvangen. En een van onze medewerkers neemt zo snel mogelijk contacten. Oké, okay. En dan wacht je dan eigenlijk af tot dan als je dan een berichtje krijgt? Afhankelijk van de prioriteit, ja. Ja, oké, okay. Maar aangezien dat je hoog hebt aangeduid, zal dat wel dat heel snel wel zijn. Vrij snel gaan, okay. Ja. Bedankt, Zora, voor uw tijd om het eens een keer van jullie kant te laten zien. Het is ook wel eens een keer tof om nu eens een keer langs de andere kant te zitten. Ja. Salutjes. Ja, salutjes. Dank je. Mijn dagje in het supportteam zit erop. En het is best wel indrukwekkend hoe alles hier aan toe gaat. Ik vond het mega chic om te zien hoe dat Carya eigenlijk enorm paraat staat voor zijn klanten. Dus collega's, jullie zijn supergoed bezig. Alleen maar lof voor jullie. Salut.